Het project De Phoenix is een uniek en een zeer complex project. Het pand dateert uit begin jaren 1900. Het is dus niet voorzien om dergelijke zware grote constructies op te zetten. Daarnaast hebben we de wisselwerking met al die verschillende partners. Dankzij het bouwteam en dankzij goede relaties onderling en het BIM hebben we dit kunnen verwezenlijken. Ik ben Andreas Vermeeren, ik ben projectleider voor CSM. Het project De Phoenix is een renovatie van het bestaande Casco-gebouw, wat vroeger de oude San Francisco-loods was. In die loods wordt een museum ondergebracht, het Museum De Landverhuizers, wat gaat over de migratie van toen, maar ook de migratie nu. Centraal in het gebouw is een hele nieuwe lobby opgebouwd met een trap. En die trap, dat noemt de Tornado, 360 meter lang en heeft redelijke grote overspanningen. Dus de architect heeft geprobeerd om zo minimaal mogelijke ondersteuningen te gebruiken, wat natuurlijk wel een complexe engineering met zich meebrengt. Maar uiteindelijk zijn we geland bij het spaceframe, zoals we het noemen. Dus dat is een complexe buizenconstructie met 3D gebogen buizen. En die constructie die hebben we helemaal vormgegeven, hebben we samen geëngineerd, zowel de detailengineering, maar ook sommige stukken hebben we de hoofdengineering aangevat. Ja, zo zijn we eigenlijk van concept tot een volledig uitgewerkt stuk gekomen, wat volledig hier op het werk uitgewerkt wordt. Ik ben Robin Hurkmans en ik werk als projectengineer bij CSM. De bestaande betonnen loods, daar is eigenlijk een volledige point cloud van gemaakt en naderhand dan een werkbaar model. En anderzijds ook voor het glasdak wat je daar bovenop ziet, voor de oplegsteuntjes voor de glazen panelen, dat die nog last minute nog een beetje bijgeregeld konden worden, zodat alles zeker goed ging passen. Het parametrische gedeelte van dit project, hier bijvoorbeeld voor het spaceframe model op te bouwen, is er eigenlijk gestart van het huidmodel en daar is eigenlijk een soort van offset van gemaakt, om dan de 5 looppijpen die je eigenlijk hebt in het spaceframe op basis van die offset en bepaalde afstanden eigenlijk gemakkelijk te maken. Dus het huidmodel zat in Rhino oorspronkelijk. Daaruit hebben we dan bepaalde centerlijnen bepaald in Grasshopper. Vanuit die centerlijnen hebben we dan een profiel via de Tekla Live Link aangehangen. En zo zijn die dan in Tekla terechtgekomen. Mijn naam is Lisa Luys. Mijn rol binnen CSM is projectingenieur. Wij zorgen eigenlijk voor het alle tekenwerk tot het alle onderdelen in productie kunnen gaan en verderop de opvolging van montage moesten er vragen zijn van daaruit. Tekla Structures heeft eigenlijk de centrale rol gespeeld. Alle modellen van alle externe bouwpartners zijn daarin samengekomen. We hebben daar kunnen zoeken hoe dat alle materialen met elkaar konden afstemmen. De manier waarop nieuwe modellen werden ingeladen heeft ervoor gezorgd dat we echt direct een clash konden vinden. Dat we dat konden oplossen, dat we daar rekening mee konden houden met de staalstructuur. Zodat ook de anderen op ons model het konden afstemmen wat uit de Tekla is gekomen dan. We hebben ook een heel aantal mock-ups gemaakt voor de klant om hem mee te nemen in wat gaat het uiteindelijke resultaat zijn op de bouwplaats. Daarnaast op de bouwplaats, maar ook in de engineering, heeft CSM een coördinerende rol gespeeld voor alle nevenaannemers in dit stukje nieuwbouw. En dan spreken we over de glasleverancier IFS, Woodwave die dus de volledige binnenkant uittimmert en CIG die verantwoordelijk is voor de engineering en de levering van alle RVS-panelen. Dat maakt dat de afstemming wel moeilijk is en noodzakelijk is, maar dankzij het bouwteam en dankzij goede relaties onderling en het BIM hebben we dit kunnen verwezenlijken. De rol van Trimble Connect was eigenlijk, je ziet het hier al achter mij, het is een 3D gekromde constructie, dus ook niet uit vaste stralen of zo, eigenlijk willekeurig 3D gekromd. En dat maakt het heel moeilijk om ooit bepaalde dingen op een tekening te zetten, want met een tekening zit je altijd in een bepaald vlak te kijken en zo zou je er hier heel veel nodig moeten hebben. Dus daarom hebben we eigenlijk gekozen om met een tablet op de werf te werken. En daarmee kan je eigenlijk heel gemakkelijk rondkijken in het model. En ook heel gemakkelijk 3D-maten en zo bepalen. Algemeen is het gewoon echt het zotste wat wij als bedrijf hebben gemaakt. Het heeft een extra uitdaging gegeven dat het met zoveel bouwpartners is. En ook dat het van wel het best bekende architect is met architects. Die combinatie van die onderdelen is voor mij wel... Ben ik wel heel trots op dat ik hier deel van heb kunnen zijn binnen het bedrijf CSM. Het meest trots ben ik bij dit project op dat we eigenlijk van die 3D-structuur toch iets moois hebben kunnen maken, toch mooie details hebben kunnen bedenken.
En ook wel de samenwerking met iedereen ging eigenlijk heel vlotjes, ondanks dat het eigenlijk zo complex was allemaal. Bij dit project zijn we het meest trots op hoe de samenwerking gegaan is met de verschillende bouwpartners. Dat hebben we denk ik ook zeer goed gedaan. De verstandhouding, de communicatie is daarbij altijd heel goed gelopen. Maar natuurlijk, hoe dat het plaatje er nu bij staat, denk ik dat het echt wel een uithangbord is voor CSM. De expertise, de kennis die onze mensen hebben, het vakmanschap die daarmee gepaard gaat.